En dit is het trosje wat ik vorige week liet zien. Nou, die was zo groot als een vingerkootje en die is nu al zo groot als mijn hand. Ik ben die dinsdag eigenlijk geweest om eventjes te wieden. En dinsdag zat volgens mij deze er nog niet eens aan. En was deze dikke, die was net zo groot als deze. Ik heb lavendel geoogst. Dat was voor iemand die wou de koekjes van maken. Echt honderden kleintjes eraan zitten. Ja, de eerste keer plukken, dan zat er een beetje milder. Net zoals de laatste keer. Helemaal en super leuk dat je bekijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Ronald en ik neem je soms elke week weer mee op de moestuin. Waar ik je alles vertel over wat ik allemaal ga doen. Waar ik je tips geef en alle trucjes laat zien. En ook vooral jullie vragen beantwoorden. Dus mocht je vragen hebben, stel ze dan vooral ook eventjes hieronder. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan ook eventjes hieronder. Want ja, je hebt deze moestuin video aangeklikt. Dus waarschijnlijk wil je wat meer weten over moestuinieren. En dat ga ik je allemaal vertellen in deze video en in de komende video's. Dus abonneer eventjes, het is helemaal gratis. En vind je deze video leuk, geef eventjes een duimpje omhoog. En dan gaan we nu zoals elke week eerst eventjes beginnen om te kijken wat er allemaal veranderd is in de moestuin. Ik heb al eventjes gespiekt, dat is heel veel. Als eerste zijn we hier bij de bonen en ik moet zeggen, ik denk dat dit gewoon, dit wordt het niet meer, dit kan ik gewoon afschrijven. Het was fijn, bedankt. Tot ziens. We gaan door naar de andere bonen. En dit zijn de andere bonen. Nou, deze bonen die heb ik als plantje gepoot en je kunt ook al zien dat ik hier, waar ik de boontjes zelf gepoot heb, daar komen ze ook allemaal al boven de grond en dat worden ook allemaal al behoorlijke plantjes. En hier aan de stokker zie je deze bonen, zo waren ze vorige week ongeveer. En dit is het trosje wat ik vorige week liet zien. Nou, die was zo groot als een vingerkootje en die is nu al zo groot als mijn hand. En ik ben 2 meter, ik heb hele grote handen. Eindelijk gaan deze kooltjes ook goed onder de netten. Ik heb sefoliekool, dat gaat prima. De spitskool gaat prima. De rode die beginnen te draaien. Ik heb hier nog meer spitskolen. De bloemkolen die ik eronder gezet heb, die gaan ook mooi door. En dan komen we hier bij de boerenkool. Nou, zoals je kan zien is dat eigenlijk helemaal mooi goed gegaan. Met een net erover. Er zijn geen duiven bij gekomen, er zijn geen slakken bij geweest. Dus dat is allemaal prima in orde. Daar ben ik eigenlijk wel heel tevreden over. De bloemen die staan er ook helemaal geweldig bij. En de bijtjes die zijn al druk bezig in de bloemen. En daarmee lok je dan heel veel bijen naar je tuin, zoals je kan zien. En die gaan ook op je andere bloemen van de groenten. Waardoor ze de groenten eigenlijk gaan bestuiven. Waardoor je weer meer opbrengst hebt. Super handig dus. De aubergine die is goed bezig om te vertakken. En ik denk dat ik daar zo meteen... kijk... De eerste bloemetjes zitten er al in. Dus hier kan ik dan de eerste aan verwachten straks. De paprika. Nou kijk eens, dit had ik helemaal nog niet gezien. Maar er hangt gewoon al een klein paprikaatje aan. De tomaten, die gaan heel goed. En doordat ik ze gewoon eigenlijk zo getopt heb als dit, blijven ze ook heel goed gaan. Hetzelfde geldt voor deze, die is al wat hoger. Er zitten ook heel veel bloemetjes in. Heel veel tomaten komen eraan. En ik zie toch bij heel veel mensen dat ze problemen hebben met de tomaten dit jaar. Maar als je het zo doet en je snoeit gewoon extra op. En je zorgt eigenlijk dat er weinig blad aan zit. Niet te veel water geven, ook niet in die warme dagen. Gewoon als het 2 weken niet geregend heeft, dan geef je ze pas water. Groeien de wortels mooi daar beneden. Dan heb je eigenlijk helemaal geen last van de tomatenziektes, de aardappelziektes, wat er allemaal in komt. Alles gaat daar gewoon helemaal prima goed. En dus gewoon lekker eventjes aan snoeien en voor de rest niet te veel aan storen en laat ze maar gaan. De komkommer, die begint ook al goed te groeien. Ik zie wel dat ik hier eventjes wat aan de slakken moet doen, want ik zie de sporen alweer op het blad zitten. En de kleine komkommetjes die komen daar ook al aan. Kijk, met de bloemetjes eraan. Oh, de eerste die komt al. Nou, hier staan nog weer veel meer bloemen en ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar ik hoor de bijtjes allemaal aan zoomen. En zo klein als de courgette eerst was, heb ik nu gewoon de eerste courgette al klaar om te oogsten. En deze was vorige, nou ik ben die dinsdag eigenlijk geweest om eventjes te wieden. En dinsdag zat volgens mij deze er nog niet eens aan. En was deze dikke, die was net zo groot als deze. En hier bij de pompoenen en de kalebassen gaat het ook geweldig goed. En dat gaat allemaal mooi naar elkaar toe groeien. Dus zoals je kan zien is er een heleboel veranderd op de moestuin. Nou, wat ik vandaag ga doen is eigenlijk een beetje voorwerk. Want het gaat de komende dagen dus heel warm worden. Dus dan is het tijd om eventjes een schoffeltje en een krabbetje erdoor te halen. Want als je dat nou doet, dan hoef je de onkruid niet op te ruimen. Nou ja, en dan brandt eigenlijk alles gewoon dood. Dus daar wil ik eventjes mee aan de slag en dan scheelt me weer een heleboel werk. Want ja, dat wieden, dat blijft toch echt wel een dingetje. En wat ik vandaag nog eventjes wil doen is eventjes wat stekken van de aardbeienplanten afhalen. En die alvast eventjes gaan uitplanten. En hoe we dat gaan doen, dat zal ik jullie zo meteen eventjes laten zien. Want daar zit natuurlijk nog wel eventjes weer een dingetje bij wat heel veel mensen verkeerd doen. Ik pak eerst eventjes de schoffel en ik ga lekker eventjes aan de slag voordat het hier te warm wordt om nog in de zon te zijn.
Overal is de schoffel erheen geweest, dus het onkruid dat kan gewoon lekker doodbranden in de komende dagen. Dat gaat helemaal goed komen. Wat ik nu ga doen, ja, dat is eventjes iets, dat vind ik zelf altijd heel erg zonde. Maar het helpt wel heel erg goed. Ik zal het eventjes laten zien. Ik heb hier een klein stukje bloemenveld en er staan allemaal verschillende soorten bloemen in. Deze planten die je hierachter ziet, die wil ik allemaal wat dikker hebben. Dus ja, in de wildte vriest er vaak nog een stukje af en dan zijn dikke planten die overleven dan beter. En daarom wil ik ze eigenlijk dan gewoon wat dikker hebben, omdat die sloot. En die sloot die gaat ook vaak overlopen en dan allemaal wespen hier zo. Die zijn niet blij met me op dit moment, denk ik. Ik ga al deze bloemen die ga ik afknippen. En ik ga wat ik dan afknip, zal ik eventjes laten zien. Dat ga ik er allemaal gewoon tussen leggen als een laag. En dan verstikt het onkruid dan onder. Dus ja, dit gaat allemaal weg zometeen. En dat leg ik er allemaal onder. En dat is nu wel even zonde, maar dan heb ik voor volgend jaar heb ik gewoon veel dikkere bossen bloemen. Met nog meer bloemen, nog dikkere planten. Ja, en dat is eigenlijk wat ik wil. Dus dat komt toch wel weer dat gezegde te horen. Van snoeien komt groeien. Of van snoeien komt bloeien. Nee, weet het ook niet meer. Het is alweer te warm, jongens. In ieder geval, van snoeien gaat het wel heel erg groeien. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan, dan lijkt het eventjes niet zo mooi. Maar binnen een paar weken staat hier allemaal weer mooi naar boven. A few moments later. Nou, het was even zweten, maar ik heb alles eraf gekregen. Het lijkt zo verschrikkelijk. Maar zoals je kunt zien, ik heb alles wat ik afgeknipt heb, heb ik tussen de planten neergelegd. Het is een deklaag tegen de onkruid, plus het groen vergaat. Waardoor de voedingsstoffen weer opgenomen worden door de aarde en eigenlijk weer als voeding dienen voor de plant. En de grond wordt er ook beter van dat het goed het vocht vasthoudt. Nou, ik heb daar nog wat laten staan. Dat zijn van die lampionnenplantjes. Daar krijg ik van die oranje hoedjes aan. Dus dat, die wil ik eigenlijk wel hebben, dat vind ik leuk. En ik heb die erachter laten staan, dus de verbenen ijzerhart. Nou, die zaait zichzelf eigenlijk gewoon uit. Dus die moet je dan niet afknippen. Die kom ik ook her en der hier wel uitgezaaid tegen. Dus die kun je dan zo vermeerderen. Toch, maar het is wel weer zweet in de zon, jongens. Ik ga even een beetje drinken. Nou, de planning die wordt nog eventjes anders. Ik wou eigenlijk wat aardbeistekjes gaan doen. Maar ik zit te denken van, als het tegen de 40 graden aan wordt, is dat misschien niet zo handig om dat vandaag te doen. Want ik kijk even bij het weer. En dat is dan, volgende week wordt het weer koeler. Dus dan, ja, dan zou het beter zijn om dat dan te doen, om dan nieuwe plantjes te gaan verpoten. Dan zit ik diep in het water geven. Maar wat ik ook wel eventjes ga doen, is even die courgette oogsten. En ik ga eventjes wat van de eerste spekbonen oogsten. Deze spekbonen, daar zitten al behoorlijk wat aan. Maar je hebt dus grote en je hebt kleine eraan. Dat komt omdat er doorplukkers zijn. Die geven niet alles in één keer. Maar ja, al beetje bij beetje. Maar de grote die kun je er dan afhalen. Eigenlijk pluk ik ze gewoon zo. En ik laat hier een stukje van een steeltje aan zitten. Tenminste, dat probeer ik. Want zo blijven ze langer vers. En als je dit eraf haalt, zoals dit, ja, dan blijven ze eigenlijk minder lang vers. En dan gok ik ze gewoon in de kist. Ik ga dus eventjes heen en terug. Eventjes de dikste bonen eraf halen. En dan hoef ik dat in ieder geval niet meer te kopen. En heb ik mijn eerste bonen voor van het jaar alweer in de diepvries. Dus die zie je in ieder geval niet meer terug in de shoplog. Nou, het lijkt nog niet zo heel erg veel, maar de komende weken heb ik echt kisten vol met allemaal bonen. En daar heb ik meer dan genoeg, want ik zie al echt honderden kleintjes eraan zitten. Ja, de eerste keer plukken, dan zat er een beetje minder, net zoals de laatste keer. Maar ik heb hier echt wel heel veel zin aan. Ik neem zo meteen eventjes nog wat nieuwe aardappelen mee. En lekker fancy boontjes erbij. Nou, dat wordt echt weer smullen. Ik ben nog eventjes aan het oogsten geweest en ik heb lavendel geoogst. Dat was voor iemand die wou er koekjes van maken. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik zeg, ja, mag wel. Maar dan wil ik natuurlijk wel even een paar koekjes hebben. Dat is het voordeel van een mooie bloem in de moestuin. En ik heb deze courgette geoogst en de eerste lading met bonen. Ik denk, dan is het ook wel mooi geweest voor vandaag. Ik zet de pomp nog eventjes een kwartiertje aan, denk ik, dat alles goed nat is voor morgen en overmorgen. Want dan wordt het echt gloeiend heet. En dan hoef ik er niet meer aan te denken. Alle onkruid ligt los. En onder de bloemen, zeg maar. Dus dat gaat ook allemaal dood en verdroogd allemaal. Dat is allemaal prima geregeld. Daar hoef je dan weinig meer aan te doen. Ik ga dit nog eventjes afleveren. En dan hopen op lekkere lavendelkoekjes. En straks eventjes wat boontjes eten met lekkere nieuwe aardappeltjes. Daar heb ik heel erg veel zin aan. Vond je dit nou een leuke video? Geef deze video dan even een duimpje omhoog. Klik hierboven om te abonneren. En hiernaast, voor nog meer leuke video's, laat hieronder ook eventjes een reactie achter. Heb je nog tuinvragen? Stel ze gerust. Ik beantwoord ze allemaal.
En dan zie ik jou weer terug bij een hele nieuwe video. Doeg!